alle K3-kandidaten op het podium, of toch de 9 finalisten die nog altijd door zijn en gewoon naar de volgende liveshow mogen. En dit is zo cool, want iedereen is foto's aan het nemen met de fans en knuffeltjes aan het uitdelen en iedereen is zo blij en het is zo leuk om te zien. Hallo! Ik ben super blij. Ik kan niet zeggen dat ik het niet verwacht had of dat ik het wel verwacht had. Het is een beetje moeilijk, maar ik ben super blij met dat ik het ben. Echt waar. Hoe blij ben jij dat je door bent gegaan? Nee, maar echt, ik was heel in de wedstrijd. Ik weet niet, ik zat in een high of zo. Ik ga dan volgende keer een beetje moeten doseren. Kunt je nog iets herinneren van wat het er gebeurt? Ja, maar ik hoor dat ik niet creepy was op beeld. Hoe blij ben je dat je dit pakje mocht aandoen? Superleuk voor mij. Ja, het is comfortabel. Het zag eruit alsof jullie dat precies al heel jullie leven bezig. Ja, het was ook supertof. We hadden echt een goed gevoel. Dat kleedje hier. Had je niet zo horen, 3, 2, 1? Ja! Ben jij dat jij er gewoon direct bij was? Heel blij. En wat vond je nu het leukste vanavond om te doen? Oei, ik vond eigenlijk het groepsnummer het leukste. Ja. Zo, als je verliepen met iedereen, dat was heel tof. Ja. En de andere dingen, zo de musical heb je natuurlijk niet meegedaan. Ja, dat heb ik allemaal niet moeten doen. Vond je het stiekem niet een beetje jammer? Ja. Ik vond het een beetje jammer. Ja. Maar anderzijds, ja, ik kan mij volgende week bewijzen en ik ga even zitten met anderen. Dus dat is ook goed, ja. Ja, jou vind ik leuk. Mag ik bij jou? Ja, je mag bij mij. Ben je Demi? Ik ben heel blij. Ik had het op een gegeven moment tijdens de wedstrijd een beetje laten gaan. Laten varen van, oh, dat komt goed, of daar wil je dan niet altijd aan denken. Maar toen ik daar op het podium bij de laatste 3 stond, dacht ik wel, nee. Wat Karen zei, ook zo je stoere kantje, dat je het helemaal niet wegkrijgt. Nee, maar ik heb ook nooit gezegd dat ik het weg wil. Dat is wie ik ben. En ik ben mezelf. En er zit een stoere kant aan, maar ik wil laten zien dat hij ook af en toe een tandje minder kan worden. Ja, ik wil eerst even zeggen, Laura, dat ik het super jammer vind dat je niet meer bij bent. De teleurstelling was heel groot, zeker. Ja, ik had het zelf ook niet gehoopt. Nee. Maar goed, ja, we weten dat er nu iedere week eentje moet afvallen. En ik ben dan nu de eerste. Dat zelf... Ja, nee, ik wou heel graag naar de laatste 3. Ja, ik wil het gewoon echt heel graag doen. Ja, en uw Nederlands liedje voor uw vriend was ook zo mooi. Ik denk dat heel veel mensen in jouw huis kan toch wel een draaitje hebben weggekregen. Ben je blij dat je dat ook hebt kunnen doen? Ja, ik ben gewoon blij dat ik wel zo genoten heb van de hele avond. En ik vond het heel leuk om te zingen. En ik voelde gewoon goed. Dus daar ben ik wel heel blij omdat ik dat kan meenemen. Ja. Ja, en wat denk je dat je gaat doen? Je wordt helemaal heel enthousiast. Ja, ik weet niet. Ik ben niet echt niet zit zo'n mens. Maar wat ga ik morgen doen? Ik denk dat ik wel even ga rusten. Even wat chillen. Even bekomen. En dan wat tijd nemen met mijn familie ook wat ik graag doen. Misschien een paar dagjes naar de zon of zo, even tussenuit. En dan zal ik er vrijdag op zitten voor de anderen. Dus. Oh. En was er met iets dat je zo heel graag terug tegen je fans of zo zou willen zeggen? Oh ja, want ik heb helemaal niks gezegd tegen hen. Ik was gewoon echt zo, ik was nog niet klaar. Je was helemaal aan de kaart? Ja, ik was er helemaal, ja, wow. Ja, heel veel merci aan iedereen. Want ik heb echt heel veel berichtjes gehad van overal in Nederland en in Vlaanderen. Van succeswensen en van alles. En dat voelde echt heel goed, dat het hart onder de riem. En heel erg merci aan iedereen. En aan mijn familie, mijn vriend. En natuurlijk ook aan Gert en Katrietjes. En het hele team van Sorry Honder ook. Ja, ik dacht toen we per 3 moesten zingen, dat was echt, dat is keicool als je zo naast je kijkt en je ziet twee meisjes staan en dat is echt super leuk. Super hard bedankt. Jammer genoeg was het niet genoeg om er direct bij te zijn. Maar de jury heeft meegeholpen, gelukkig. Maar dus de volgende keer zeker blijven stemmen, want ik heb het altijd nodig. Het voordeel dat je niet direct geselecteerd was, was gewoon dat wij veel langer naar jou konden kijken. En voilà, dat is positief. Je hebt langer naar mij kunnen staren. Hoe voelt dat voor?
voor jou om zo al die mensen achteruit te halen? Ja, dat is superleuk. En dat is eigenlijk heel leuk het feedback dat je krijgt. Maar het motiveert mij ook vooral om echt nog harder om nog harder mijn best te doen en iedereen op te geven. En voilà. Dat is super leuk. Van de roes en van alles. Ja, ik ga nu naar McDonald's. Heel erg smakelijk.